Schande, schande, schande. Oh, hou op. Schande. Shame on you, guys. Shame on you. Diepe schande voor de stad. En ook voor de hele stad, hè. Omdat dit gebeurt hier. De politie en de deurwaarden hebben het museum van kunstenaar Rob Scholten ontruimd. De rechter heeft gesproken, daar hebben wij ons gewoon aan te confirmeren. Wij zijn niet de boesjes van Nederland. Gisteren hadden we het nog over de dreiging die er zou kunnen gebeuren. Maar er waren nog allerlei menselijke omstandigheden waarvan wij dachten dat die wel in acht werden genomen. Maar dit is een schofterige overval die je zelfs in derde wereldlanden niet zou kunnen bedenken. Scholten moest uiterlijk afgelopen vrijdag vertrekken uit het pand dat hij in bruikleen had van de gemeente. Ik denk dat hij wijzer had moeten zijn door eerder te vertrekken nadat tuin het pand had gekocht. Hij heeft, wat ik gelezen heb, de kans gehad om een deel van het oude postkantoor te mogen behouden. Nou, ook dat heeft hij geweigerd. Hij wilde eigenlijk alles. Wilt u alsjeblieft 5 meter naar achter gaan? 5 meter is 1 meter. Ja. U moet straks helemaal vertrekken, maar nu willen we even het werk. Ik denk dat ik gewoon even voor mijn eigen poort, maar waar sta ik op mijn vrouw, mijn kind, mijn kat. Nou, daar wachten we ja, nog daar even. Wachten die ze, maar die als ze buiten. Een paar meter. Daar komt mijn vrouw aan. Jongens, Ronald, film maar even. Maar een paar meter naar achter. Niet zo moeilijk. Kom even op, man. Nee, nou moet ophouden. De bekende kunstenaar deed nog een tevergeefse poging bij de rechter om in het pand te kunnen blijven. Hij vestigde niet alleen een museum in het gebouw, maar hij woonde er ook met zijn gezin. Er staat nog wat kunst binnen. Ja, er is heel veel, heel veel. En er staan er nu 4 vrachtwagens, maar dat is te kort. Volgens mijn inziens. Maar ja, ik sta een beetje te trillen op mijn benen. Dat is burgemeester Schuiling met zijn horentjes, hoor, dit. Wat een boeventroep, zeg. Wat een boeventroep.